stoere man met een hart van goud en een ego groter dan een terracottenleger van de eerste keizer van China, Qin Shi Huangdi. Door een smerig complot werden deze helden verbannen naar het buitenland. Na een doorsnoven opvoeding door pleegouders met een Vodendamse ziekte startte een opleiding tot muzikant. Als belofte van hun generatie begon een inwijding in de lokale muziektraditie met grootheden als BZN, Jan Smit en de Cats. Maar 4 jaar geleden sloeg het noodlot opnieuw toe. Geheel per ongeluk schreef de kroonprins van de Palingzaad een diepgaande tekst met goed arrangement. De Volendamse bevolking was furieus en opnieuw werden de ridders van de vrijheid verbannen. Hedendaags leven zij een zware en eerbaar bestaan als voortvluchtigen. Maar vanavond zijn ze hier, vastbesloten hun vrijheid terug te winnen, doen ze vanavond mee aan de Popprijs Westland. Dames en heren, met trots en lichte huivering presenteren wij u de hoop en zegen van de rock'n'roll, de redding van het Peterlied, de ongekroonde koningen van de Nederpop, de band waar alle superlatieven tekort schieten. Hier is 0900 Factor! Meegenomen naar Ramalarat. Wij weten alleen dat hij tegenwoordig de drummer van 0900 Victor is. Laat u horen voor Jort Huisken! De 900ste bassist van 0900 Victor, maar de beste tot nu toe. Misschien kent u hem uit de Bijbel of van secondlove.nl. Wij brengen u de meeste van